ik nog op school zat, oma vertelt nu, hè. Toen waren er scholen voor jongens en voor meisjes, dat was strikt gescheiden. En op die meisjesscholen mocht je ook absoluut geen broek aan, dat wil zeggen tenzij je er een rok overheen deed. En zo maf was ik nou natuurlijk ook weer niet om dat te doen. Maar tegenwoordig is dat gelukkig allemaal anders. Dan is het op die scholen één grote kluwe spijkerbroeken. En dan moet je nog ontzettend uitkijken om te kunnen onderscheiden wie een jongen is of wie een meisje. En vooral als ze zo van jouw leeftijd zijn, dan moet je het echt van de kleren hebben, hè? Als je nog niet zeker weet wat de voor- of de achterkant is. En dan kan je je nog wel eens lelijk vergissen. Lijk op een jongen, ik heb ook van dichtbij, niet dat van zo'n helbonde vee. De jongens op school zien geen meisje in mij. Tel dus voorlopig niet mee. Maar ze hebben het mis, maar ik laat ze maar gaan. Wat er nou nog niet is, komt eraan. Want na een jaartje of vijf zit het bewijs aan mijn lijf. Wat er niet is, komt eraan. Kom ik bij de slager, dan zegt die dag knul. Ook onze bakker is blind. Ze hebben geen notie, geen enkel benul. Ze denken een kind is een kind. Maar ze hebben het mis. Maar we laten ze gaan. Wat er nou nog niet is, komt eraan. Want na een jaartje of vijf zit het bewijs aan ons lijf. Wat er niet is, komt eraan. En soms ga ik mee, nu wil ik verspelen niks voel. Maar laatst keek de trainer me aan en zei, hé, hey, ik zoek nog een vent op het doel. Maar ze hebben het mis, maar we laten ze gaan. Wat er nou nog niet is, komt eraan. Want na een jaartje of vijf zit het bewijs aan ons lijf. Wat er niet is, komt eraan. Met een meid uit de straat. En ja hoor, de vader kwam hier. Op zich niet zo'n ramp, maar ik werd pas goed kwaad toen ik hoorde, uw zoon is een klier. Maar ze hebben het mis, maar we laten ze gaan.